Force is a programmable vehicle which connects the virtual to the real. Transports is a data-driven subtle structure which changes shape and content in real time. The flexible electronic skin follows the movements of the structure. The skin offers valuable broadcast time to its shareholders on a time-sharing basis. Individual and collective interaction creates a new bond between architecture and its users. Architecture goes wild. Transports is een programmeerbaar gebouw. Het is een gebouw wat van vorm en inhoud kan veranderen. Transports is een gebouw waar je als een portaal, als een omgeving waar je instapt en waar je van één omgeving naar een andere omgeving getransporteerd kan worden. Zoals in een beeldende kunstomgeving terechtkomen, in een educatieve omgeving terechtkomen. En in al die omgevingen, dat is het idee, kan je interactie doen met het gebouw. Je kan met het gebouw als het ware gaan praten. In tegenstelling tot traditionele architectuur, die statisch is en die eigenlijk gewoon daar maar zit te wachten, eeuwenlang soms, hebben we nu een architectuur die zelf actief is, die ook als het ware een eigen wil ontwikkelt. Het hele gebouw gaat als een soort kneedbare massa, beweegt zich. De computer moet dat allemaal registreren en die moet het allemaal in real time uitrekenen. En dat is dus de kern van de zaak van programmeerbare architectuur, dat een gebouw niet één keer uitgerekend is en dan voor de eeuwigheid daar staat, maar dat een gebouw voortdurend blijft rekenen. Het houdt niet op. Architecture goes wild. Architecture goes wild. Architecture goes wild. Je moet wel weten dat deze installatie natuurlijk op die manier voorbereid is, dat ik weet dat als ik op deze toets druk, dat ik daarmee de posities van de coördinaten van het gebouw verander. Maar in werkelijkheid sta je erin. En de vloeren van het gebouw die gaan mee. Dus de personen die in dat gebouw staan, die gaan mee omhoog. En die denken, hé, wat is hier aan de hand? En reageren daar weer op. Het gebouw kan je ergens heen leiden. Misschien wel naar een heel speciaal punt. Bij heel specifieke informatie waar je meer over wilde weten te zien is. Op bouwkunde, wat je in Delft leert, is eigenlijk een heel mechanisch beeld van mensen. En mensen zijn eigenlijk een soort archief van bewegingen. Als mensen naar het toilet gaan, ja, weet je, dan gaan ze naar het toilet en ze gaan slapen en ze gaan dit doen en gaan dat doen. Maar dat gebouw reageert eigenlijk niet op. Het gebouw probeert eigenlijk heel erg tijdloos te zijn. En dat is altijd de klassieke opvatting van architectuur. Is dat je maakt gebouwen en feitelijk reduceer je gedrag zo ontzettend dat het uit de tijd stapt. Ik zag Koolhaas niet zitten, dat is heel uitzonderlijk in Nederland. En ik zag het Nederlands postmodernisme helemaal niet zitten. Dus er was maar één ding over en dat is video maken. Dat was eigenlijk een misbruik van morphing. Via die installaties heb ik eigenlijk geleerd dat architectuur wel iets zou kunnen zijn tussen, zeg maar, reductie en iets wat zich in de tegenwoordige tijd presenteert aan het lichaam, wat ineens allerlei keuzes kan maken. En wat ik heb uitgevonden is dat beweging in het beeld zelf kan zitten. Dus dat je een dolfijn hier hebt en je hebt een helikopter daar en dan creëer je allemaal beelden tussenin. Dat je eigenlijk met de computer vormen kunt maken die je tekenend helemaal niet kunt beheersen.
Dus het werd ook een werktuig om nieuwe architectonische vormen te genereren. De grote omslag is die van top-down naar bottom-up. De top-down, bottom-up, dat zijn twee woorden die komen uit de cybernetica, 50 jaren. En top-down wil zeggen, in de architectuur is, je bent een genie, zeg maar. Je hebt een capeje aan en je hebt een grote brede hoed op. En je kijkt naar het programma van eisen, wat je van de klant krijgt. Dan snuif je iets op en dan neem je een wit vel papier en dan schets je iets. En dan langzaam druk je die schets via allerlei methodes op materie in. En wat eigenlijk een bottom-up systeem is, precies de omgekeerde. Je bent niet aan de buitenkant van materie, maar je werkt eigenlijk met een informerend systeem. Dus schets is eigenlijk een formerend systeem, je bent altijd met de vorm bezig. En met computer kun je een informerend systeem maken. Dan heb je een aantal parameters. En die laat je op elkaar inwerken en dat op elkaar laten inwerken calculeert feitelijk de vorm. Vergeet niet dat schetsen moet altijd vertaald worden in wat al bestaat in de architectuur. En wat al bestaat in de architectuur, dat is oude Griekse geometrie. Dus je hebt vloeren, je hebt wanden, je hebt plafonds en dat zijn altijd eindige elementen. Dat zijn punten, lijnen en vlakken. Ja, dus er wordt altijd balkons aangeplakt of er worden loggia's uitgeknipt. Maar dat is zeg maar, de klassieke methode van de architect, is werken met toevoegen of erbij plakken. En met lijnen, met rechte lijnen, kun je altijd maar een bepaald soort informatie kwijt tussen A en B. En de systemen waar ik mee werk bestaan allemaal uit kromme lijnen. En kromme lijnen zijn eigenlijk veel intelligentere dan rechte lijnen. Of rechte lijnen zijn eigenlijk hele slecht geïnformeerde kromme lijnen. Ja, dus als je iets slecht informeert, dan hou je alle informatie tussen A en B hou je weg. Dan wordt die vanzelf recht. Een kromme lijn betekent eigenlijk dat die, terwijl die van A naar B gaat, kan die heel veel andere richtingen en andere variaties en oriëntaties aan. En dat is in de architectuur is dat heel nieuw. Maar dat betekent dus dat je consequent met kromme lijnen moet werken. Drie jaar geleden heb ik mijn eerste versie van Transport laten zien. We zijn er ook in gegaan. En dan kom je in een hele bijzondere wereld terecht. Een zeer informatierijke wereld. En dat kan tekst zijn, dat kan beeld zijn. Iemand die in het gebouw staat is een zender en een ontvanger. En het gebouw is ook een zender en een ontvanger. Het zender zijn van een persoon kan op een aantal manieren. Je kan zeggen, ik heb mijn GPS-dingetje bij me, dus het gebouw weet waar ik ben. Je kan ook zeggen van, ik heb een sensor in die ruimte die registreert waar iemand is. We zijn verder gaan kijken naar die flexibele buitenhuid, waar ook weer sensoren ingebouwd kunnen worden. Die communiceren met de mensen die buiten staan. Maar het is een buitenhuid die mee moet bewegen met de constructie. Als de constructie groter wordt, moet die als een soort harmonica groter ook kunnen worden. Nou, wat voor technieken heb je nou echt nodig om dit voor elkaar te krijgen? Eigenlijk moet je de hele binnenhuid zien als een soort wolk, een soort zwerm van pixels. Soms zitten pixels dichter bij elkaar, soms is het meer als een soort gaswolk.
veel gedistribueerder, dus heel veel verder uit elkaar. Ik heb het over het nu. Ik heb het over de actualiteit van architectuur. En het is niet een vorm van futurisme van dat kan je later nog eens een keer doen. Of dat is een fantasie van nu voor later. Nee, we kunnen het nu maken en we weten ook hoe we het moeten maken. Je moet het gebouw zien als een zwerm hydraulische cilinders. Die ieder voor zich langer en korter kunnen worden. Dat zijn elementen die allemaal op een knooppunt terechtkomen. Dat knooppunt dat krijgt op een gegeven moment de opdracht. Ga naar een andere plek, een andere coördinaat. En dan moeten alle elementen die op dat knooppunt aankomen langer of korter worden om die verplaatsing waar te maken. Dus als je één puntje verplaatst, moet er sowieso al een aantal, een heel gebied feitelijk, als je dat soepel wil laten gaan, mee verplaatsen. Dus alle elementjes op zich moeten aan te sturen zijn door een computer met hoge rekencapaciteit. Architectonisch is begonnen met Neeltje Jans. En het komische was dat ik denk dat de opdrachtgever het verkeerd begreep. Want wij hadden het over vloeibare architectuur als een concept van de architectuur zelf. En zij lazen het als feitelijk een illustratie van vloeibare systemen, van water. En ik greep het gelijk aan als een mogelijkheid om dat hele nieuwe concept van architectuur te ontwikkelen. Ten eerste is het exact zo complex als het eruit ziet. Alles verloopt vloeiend in elkaar over. Dit is de voorkant. Dus binnen, dat heeft een ongelooflijk effect voor de taal. Als ik zeg van nou, ik ga 1000 mensen bekijken, zijn er 700 die netjes over die AB-lijn lopen. Dus het grote gedeelte gaat inderdaad over de klassieke ganglijn, zeg maar. Maar je hebt ook mensen die, terwijl ze daar lopen, zien ze die kromming, beginnen ze over die kromming te rennen. Of over deze kromming te rennen, of over die kromming. Ik heb bijvoorbeeld een oudere man gezien, die stond hier, die man was zeker 70, die sprong hier over dat water en die bleef hier staan. En ineens rende hier dat vlak op. Nou, dat vlak is 50 graden en dat was door mij helemaal niet bedoeld als vloer. Ik was alleen maar geïnteresseerd in continuïteit. Om die bewegingen en al die verwerkingen van die krachten over te brengen op een nieuwe taal. En die mensen lopen daar. En onbewust zien ze allerlei initiatieven in die vorm die feitelijk helemaal niet in die buis zitten. En die bewegingen die worden nog eens versterkt door een real-time interactief systeem. Dus er zitten in het gebouw zitten projecties en bewegend licht en muziek die weer real-time te beïnvloeden zijn met sensoren. Dus je hebt ook wel, zeg maar, die vaste beweging die je door het gebouw maakt. Er zijn maar heel weinig mensen die teruglopen. En je hebt allerlei ideeën wat je in die toekomende tijd gaat doen. Alleen, ik wil er een bepaalde breedte, bandbreedte aan geven die op een bepaalde manier een spanning geeft aan dat gedrag die mensen van een klein beetje van gedachten doen veranderen. Er was in Eindhoven een woningbouwcorporatie. Dat is een heel interessante opdracht. Wat je in architectuur altijd hebt, is één type. En
sinds de 50e jaren begint dat idee van het type steeds meer op losse schroeven te staan. Want in de 50e jaren had je gewoon 3 type mensen en dan had je ook 3 type woningen. En in de 70e jaren waren dat al 10 typen en nu zijn dat 100 types. Dus voor een woningbouwvereniging is het heel moeilijk om de markt te voorspellen, te plannen in de tijd, om de markt te voorspellen door al die gedifferentieerde gevoelens. En wat ik eigenlijk in het project beargumenteerde is dat je 1 type kunt hebben, maar met 1000 verschillende vormen. Stel nou dat je een huis zou kunnen maken, zoals een loft in New York. Iedereen is eigenlijk veel blijer met een zolder dan met een afwoning. Dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk een halconcept, dus een enorm groot huis. En er allerlei vormen van gedrag inlezen. Dus we hebben gezegd, nou in een huis heb je 3 vormen van gedrag. Intiem, functieachtig en groepsgedrag. En het intieme gedrag, dat is op het toilet zitten of een boekje lezen. Dat functieachtige, dat is meer een middelgrote actieradius. Zoals koken, slapen, vrijen, barbecue en dat soort dingen. En dan heb je groepsgedrag, dat is een grote actieradius. Je auto parkeren, muziek maken, in een grote groep zitten. Nou, al die 3 vormen van gedrag, die hebben we in verschillende configuraties aan elkaar gekoppeld. En die hebben we eigenlijk het huis laten uitrekenen. Dus hier zie je eigenlijk het huis in zijn nulstand. Dat is eigenlijk een heel dom huis, dat is weer zo'n buis. En al die krachten zitten daarin. En op het moment dat ze op elkaar gaan inwerken, verandert dat huis van vorm. Dus als ik dat dan draai in de computer, van bovenaf ziet dat er zo uit. Dat is heel neurotisch. En dan zie je hier al die krachten op elkaar inwerken. En dit zijn in dit geval dan 150 huizen. We hebben de machine zo ontworpen dat we 3600 verschillende huizen eruit krijgen. Maar de bedoeling is dat het een volledig neutraal, ontwerpwaardevrij systeem is, waar mensen via het internet, zeg maar, hun eigen ideeën over het huis kunnen invullen. Willen ze een open linkerkant, willen ze een dichte rechterkant. En het huis rekent dan feitelijk de stand uit die het beste bij jouw keuze past. Dan krijg je deze vorm. Nou, dat is niet iets wat eruit ziet als een klassiek huis, maar het verwerkt wel alle informatie van het gedrag. Dit is eigenlijk een volledig geprefabriceerde, maar niet standaard golfplaat. Het is een soort high-tech iglo. En je hebt huizen met 10 bulten. Stel nou dat je 10 kinderen hebt, kun je die kun je wegstoppen in die 10 bulten. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik laat hem helemaal leeg. Of ik ga er alleen met mijn vrouw wonen, of ik hou er een dokterspraktijk en dan vul ik die bulten heel anders in. Dat komt door die actieradiussen. Dit is er een met kerstverlichting. En later heb ik hem iets anders ontworpen, want je hebt natuurlijk ook glas middenin nodig. En dan ramen tussenin zou krijgen. En we hebben toen uitgerekend dat met een prijs van 350 gulden per vierkante meter dit heel goed te produceren zou moeten zijn. Dus dat je dit eigenlijk al voor 3 ton zou kunnen kopen. En dan heb je een huis van 800 kuub. En dat is ongeveer 2 keer zo groot als het standaard vrije sectorwoning. Je zou eigenlijk een enorm huis kunnen produceren als je deze techniek verder zou ontwikkelen. Mijn ontwerpproces is zo dat ik continu probeer die vorm uit te stellen. Dat lijkt eigenlijk op een komkommer of op een zeekomkommer. En dat is dan de taal die ineens dat huis wordt. Als ik van tevoren zou weten wat mooi is, dan kan ik alleen maar top-down dat idee van schoonheid natuurlijk op die vorm drukken. Ik vind dit wel heel erg mooi, maar ik kan ook heel goed argumenten voorstellen die uitleggen dat dit huis eigenlijk monsterlijk is of lelijk. Hè, wat we eigenlijk proberen te doen is, zeg maar, die oude regels, die oude modernistische regels van esthetiek overboord gooien, of in ieder geval uitstellen en zeggen van nou, we proberen nu een nieuwe taal uit te vinden. En we hebben een soort eigenlijk een periode gekozen waarin we die nieuwe taal helemaal willen uitvinden. En we onderling vinden we dit ook wel mooi en dan bespreken we het ook wel in termen van schoonheid of moet je niet meer dit of moet je niet meer dat. Maar het wordt niet met een vooropgezet idee van schoonheid of van een beeld ontworpen.
Toen wij ons begonnen te realiseren dat het eigenlijk vrij absurd is om alleen maar te bewegen in het ontwerpproces, hebben wij op een gegeven moment gesteld, nou moet eigenlijk dat proces ook doorlopen in real time, in de levenscyclus van het gebouw. Want waarom zou je zoveel moeite doen, zeg maar, in een ontwerpproces en vervolgens te zeggen freeze, bevriezen, en die dat weer statisch maken als het ware, het proces, en die bevroren complexiteit uitvoeren. Dan had ik op een gegeven moment begon ik daar weerstand tegen op te bouwen. Dat is de verborgen agenda van de klassieke architectuur, dat het weerbarstig moet zijn, hè, dat het tegenstand moet bieden, dat het een rots in de branding moet zijn. En als je dat ter discussie stelt en op deze manier ook laat zien dat het niet meer de enig mogelijke positie is, dan is daarmee eigenlijk het fundament onder die klassieke architectuur verdwenen. En is dus de vanzelfsprekendheid, het niet besprokene van die verborgen agenda, is daarmee niet meer aan de orde. Dus er is geen verborgen agenda meer. De dingen die ik laat zien, die bewegen nogal snel. In korte tijd doen ze veel, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan het ook zo organiseren dat je parameters zo instelt dat hij heel langzaam beweegt. Je kan het volledig bevriezen, het proces. Maar het blijft een proces. Alle bewegingen die gemaakt worden, zijn keuzes. En het is daarmee niet meer een verborgen keuze. Het is een publieke keuze. Het wordt een instrument zoals een piano een instrument is. Het is dus het vormgeven aan die informatiestroom, aan de digitale informatiestroom. Maar het is tegelijkertijd emotioneel. Dus het wordt een emotionele situatie waar we aan vormgeven. Het wordt een emotionele omgeving waar je als bezoeker, als gebruiker tot kan verhouden. Dit is een project dat doen we samen met de kunstenaar QS Serafijn uit Rotterdam voor de gemeente Doetinchem. Het wordt volgend jaar gebouwd. De gemeente Doetinchem wilde eerst alleen maar een toren en QS Serafijn en ik vonden het helemaal geen goed idee. Het is een gebouw, het is een website en een enquête. De enquête op die website die is alleen toegankelijk voor elk jaar een 1200 verschillende Doetinchemmers. En die enquête gaat over vier gevoelens. Liefde, haat, angst en geluk. En die 1200 mensen krijgen allemaal een eigen password. En met dat password kunnen ze vragen beantwoorden die QS Serafijn geschreven heeft. Het is eigenlijk het idee, zoals in het waterpaviljoen of zoals in de huizen bij Eindhoven, dat we ons, zeg maar, in de tegenwoordige tijd oriënteren via onze gevoelens en hoe we in de ruimte staan. Hè. Dat ruimte niet een soort vastgegeven is, maar eigenlijk hoe je je voelt. Dat eigenlijk heel veel bepaalt van hoe groot je ruimte is en hoe je je oriënteert in een bepaalde stad. Angst is geel, geluk is blauw, liefde is rood en haat is groen. Het gebouw is gebaseerd op de animatie van een hart. Het is heel sentimenteel. Je ziet het hart kloppen. Het gaat over intensiteit, al die gevoelens die je in dat. Dat is eigenlijk de slechtste manier om te beginnen om een toren te ontwerpen met een bol. En wat we eigenlijk alleen maar gedaan hebben is verschillende richtingen wat mensen kunnen kijken en kunnen zien. Die hebben we geanimeerd, gemapt op die vorm en die doen eigenlijk die vorm continu vervormen. Dus hier zie je de vorm die we gekozen hebben, die zie je hier op mijn bureau liggen. Een soort panisch moment in het ontwerpproces, want je weet dat je toren moet maken. Uiteindelijk heb je zo'n enorm hart op je tafel liggen. En hier is een heel klein plaatje. En dit is dat wat we nu op het bureau het shopping bag diagram noemen. Dus er is een vis en een meloen en een pak melk, dat zit erin. En wat zo interessant is dat eigenlijk de zwaartekracht rekent de vorm
als geheel uit. Dus wat we gedaan hebben is, is er bretels gehangen. Nou, dit hebben we in de computer gestopt en omgedraaid. Dus de hengsels worden de kolommen. Ja, dus hier zie je hem staan. Hier zie je hem overdag. Hij is zo complex van vorm dat hij van alle kanten is die anders. 'S Nachts ziet hij er heel anders uit. Hij is nu in zijn haatstand. Die computer die website maakt, die legt ook een logfile aan en die weet dus precies welke emotie op dat moment het meest intens gevoeld wordt. Dus als de haat op nummer 1 staat in de stad, kleurt hij onmiddellijk, kleurt de toren groen. Ja, hij is nu in de liefdestand. Ja, dit zal waarschijnlijk de meest gebruikte stand zijn. Ik denk mensen over het algemeen gelukkig zijn. Het is natuurlijk een echt mengsel van architectuur en elektronische kunst dat op zo'n manier in elkaar zit dat het vergroeit met de bewoners. Ik heb een versie gemaakt van Transport. Daar laten we eigenlijk een soort game environment zien. Het wordt een emotionele situatie. Mensen moeten een bepaalde missie moeten ze volbrengen. Mensen die worden door het gebouw naar bepaalde plekken in die ruimte geleid om een bepaalde actie te doen. Het spel komt als het ware in een nieuw niveau terecht en dan kan je verder. Eind heb je je missie volbracht, is het spel gespeeld. Je kunt je ook voorstellen dat het ding niet zomaar een sociologisch instrument is om gevoelens te sonderen, maar dat het ook bepaalde effecten oproept die onbedoeld zijn. Dat mensen hem als een soort bulletin board gaan gebruiken of dat het echt een soort therapieklont wordt. Hello, this is the police.